welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Dus we zitten hier zo pal voor de bloemenweide. Dus mooie kleurtjes, klaproosjes. Wat gele, wat paarse. Hier en daar wat witte. Dus we hebben natuurlijk weer van alles gedaan. En een heleboel gedaan wat niet eens opgenomen is. Maar ik zou zeggen, veel kijkplezier met deze opnames. Oh, hier zit ook een paasbloemetje in het gras. Mooi zo. Veel kijkplezier. En duimpje. En dan zie ik je de volgende keer alweer. Doei doei. Goedemorgen, we gaan eerst even die kant op. Kom. Nog verder. We gaan voorbij deze bloemen. Mooi hè? Mooi paars. We zijn nu aan de voorkant van het huis. Ik wilde even de no-dik laten zien. Dus ik pak even de camera. Zo. Zoals jullie weten is dit de no-dik zone voor de bollen later dit jaar. Hey, ik zie mezelf in het raam. Dat is grappig. Maar waar het mij met name om ging is dat die no-dik dus... echt wel werkt. Er ligt dus karton op het gras. Met alle mors en alles erin, et cetera. Dus daar is karton opgelegd. Een heel dun laagje aarde eroverheen. Om eigenlijk om het op de grond te houden. En om straks de bollen in te plaatsen. Dus we zijn nu een paar weken verder. En ik kan alleen maar zeggen, er is nog geen onkruid naar boven toe gekomen. Dus dit werkt echt. Nu gaan we naar binnen, gaan we aan de slag. Tot zo.
Goedenavond. Standaard zin. We stoppen er mee voor vandaag. Zoals je in de timelapse hebt kunnen zien, zijn Bram en ik vandaag bezig geweest met dit stukje. Keurig netjes vastgezet op de muurplaat. Dit is het wandje wat in de vorige vlog daar gereed lag. Dus vanochtend hebben we die deze kant op gedaan, gepast, gemeten. Tek op de vloer. Vastgezet op de muurplaat. Gaat geen kant meer op. Helemaal klaar. Ik pak even de ding, want we hebben natuurlijk nog meer gedaan. Zo. Deze zit natuurlijk, even de poort dicht doen. Deze zit natuurlijk keurig netjes bij het randje van wat ik gisteren aangesmeerd heb. Dus even kijken dat als het kozijntje hier uiteindelijk komt, hoe we dat gaan wegwerken. Als er een kier overblijft, dan een beetje peur ertussen. Oké, nou, dit hebben we dus gedaan. Dit zijn meteen de grotere ramen geworden. Waarom zeg ik dat? Ik loop even door het gangetje wat we hier hebben. Want we zijn ook aan deze kant bezig geweest. Ik ga eventjes op afstand staan. Als jullie dat kunnen herinneren, hier was een deel was dicht, zowel onder als boven. En de platen die staan nu hier. Dus wat was het euvel? We hadden in eerste instantie kleinere kozijnen gepland. En dan afwerken met schuinstaande stenen. Toen laatst de kozijnenmannen geweest zijn, hebben we daar verder over gehad. En het worden andere kozijnen. Kozijnen met aan de onderkant een verbreding, die dan het water buiten de stenen brengt, om het zo maar even te zeggen. Daardoor gaat zowel het onderste stukje beton, wat bij die ramen zit. Ik loop eventjes om, dan zie je het. Kijk, dit zijn de ramen. Die hebben dus een groot raam, wat in eerste instantie gepland was. En een stukje voor de luchtdoorlaat, voor de koeien, ooit, vroeger. Daar stond dan een plank in, die je dan dicht of open kon doen. Dat kun je hier nog wel zien. Hier heb je nog... kun je het zien? Dit is de plank. Die dan dicht is, of als je hem
omzet open is. Maar nu komt het kozijn dus totaal, inclusief het onderstuk. Dus dat betekent dat het kozijn, ook qua lichtinval natuurlijk, 17 centimeter groter wordt, hoger wordt. Lopen we weer terug naar binnen. Zo, gaan we weer binnen verder. Dus wat ik gedaan heb is aan de rechterkant halverwege de balk, omdat daar Bram natuurlijk een mooi lijntje had gezet voor het vastschroeven, heb ik over het lijntje heb ik met multitool heb ik de underlayment doorgezaagd. En het onderdeel en het bovendeel, ja, die staan dus hier links. Ik geloof dat ik dat net al heb getoond. En Bram is dan in de weer geweest om alles te verlagen. Alles zit natuurlijk allemaal weer dubbel, dik en dwars aan elkaar geschroefd. En als je dan horizontaal kijkt vanaf hier, dan kun je wel zeggen dat die hele onderlat overal weer gelijk ligt. Dus dat hebben we vandaag ook gedaan. Wat we ook gedaan hebben is alle miofol lassen, om het zo maar te zeggen. Want elk deel heeft zijn eigen miofol. Want je kan nooit natuurlijk tig meter aan elkaar aan voorzetwandje maken en dan in één opkrikken. Dus het zijn allemaal secties van 3,60 meter of korter. Ook alle miofol is nu aan elkaar. Dus ook aan deze kant, als we ooit met het schuine dak beginnen, is het miofol weer tegen het schuine deel aan. Deze miofol daar weer tegenaan en dan kunnen we met de opbouw naar boven toe beginnen. Maar goed, aan deze kant is dat voorlopig nog niet aan de orde. Nou ja, je kan het ook zien. We hebben nog een klusje te doen. De isolatie moet weer op lengte gezaagd worden. Moet weer ingestopt worden. De underlayment moet er weer tegenaan. En daar waar stopcontacten komen en zo, moeten we natuurlijk straks die stopcontacten voorbereiden. Maar hier komen er niet zoveel. Er komen daar links, daar, op de scheiding van waar al het hout ligt. Dan zie je twee pijpjes uit de grond komen. Hier zo. Dat is een pijpje elektra en een pijpje voor de UTP. En hier is het pijpje voor de stofzuigsysteem. Dus je zit allemaal nu binnen de miofol. De miofol is er omheen gedaan. Ja, een plannetje maken en dan gaan we dit verder afmaken. Bepalen waar komt de elektra allemaal te zitten. En dan gaan we dat voorbereiden en dan kan het wandje dicht met underlayment. Ja. Ja, dat is het wel zo'n beetje, denk ik nu zo. Ik zou zeggen, tabé voor vandaag. En ik zie je bij de volgende opname weer. Doei doei!
Goedemorgen. Ik sta nu in het voorhuis. Toch maar eventjes deze weekvlog weer afsluiten. We hebben van alles gedaan, maar er zijn geen opnames van gemaakt. Ik sta hier nu in het voorhuis omdat dit het laatste is waar Trace bezig geweest is met behang verwijderen. Dus ik pak even de camera. Zo. Dus Trace is hierboven ook nog behang aan het verwijderen geweest. Dan kan ik de muur weer aansmeren. Hier moeten nog wat pluggen eruit doen, nog een gat dichtmaken, ja, verder aansmeren. Natuurlijk moet die opening nog even goed gedaan worden voor de schuifdeuren. En hier zo in deze heeft hij ook het behang. Daarboven zat, boven die deur zat bijvoorbeeld dat stukje behang. Dat we hebben laten zien wat we bewaard hebben, wat we ingelijst hebben. En boven op de voorzetbalk, of hoe je het ook noemt, de halve balk, daar zitten nog houtjes onder van de laagse, meerlaagse plafond. Dus die moeten nog af. De oude elektrabuis moet er nog af. Nou goed, hier ook nog allerlei pluggen die eraf moeten. Dus daar gaan we binnenkort maar weer eens even mee verder. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken tot zover. Hier nog wat behangrestanten. Nog even weggooien. Ik zie je graag de volgende keer weer. Doei doei.